Ja, maar... Ja! What up, space? Ik ben Tim. Sam. Galit. Melle. Sam. En vandaag gaan wij bekende Nederlanders raden. Echt alleen Nederlands trouwens? Even duidelijk. Nee. Nee, bekende mensen. Ja. Bekende, okay, bekende personen die eigenlijk iedereen wel kent. We hebben dus een deel van de foto, waardoor wij niet precies gelijk weten wie het is. En wij gaan kijken hoeveel kennis wij hebben van haren, lichaam. Oké, zijn jullie klaar voor de eerste? Ja. Ik tik even op het scherm. Oké, okay, ja, ik heb er iets omhoog. 2, 1, Ariana Grande. Jij had het enige fout. Ik heb Ariana Grande. Ja, ik zou gelijk zeggen, ik zei maar ik zou maar wat is het? Veel beter. Ja, ze Ariana Grande. Het is Ariana Grande, dus lekker wijf. Iedereen heeft het goed, behalve Melle. 3, 2, 1. Billie Eilish. Ja, Eilish. Oh, oh my god. Dit is de normale foto. Ja, is de normale foto. Oké. Oké, 3, 2, 1. Sepp Louise. Oh ja. Oh, ze best kunnen, ja. Echt? Ja, dat is er. Ze best kunnen, ja. Goeie. Ik zeg... Nee, ik weet het niet. Nee. Ik denk niet dat het Femke Louise is, maar ik zou ook niet weten. Oké, dan zeg ik... Oh, ja, het is Femke Louise, ja, man. Nee, dat is niet. Ja, dat is Femke Louise, man. Femke Louise. 3, 2, 1. Oh, Harvey. Ja, maar ik wist zijn naam niet. Ik wist het ook niet. Ja, deze is wel makkelijk, man. Want je ziet die... Ja, deze is heel makkelijk. Ogen. Maar ja, als je de ogen ziet, dan weet je het meteen. Klopt. En een stukje van het haar, dat zo. Ja, die kan vaak. Gewoon niet op te zicht, man. Ja, klopt. Ja. Dus dit is... Ja, oké, Harvey. Ja, makkelijk. Okay. Alleen ik, ik ken hem van een Thomas-video. Ja, ik ken hem ook niet daarvoor, maar... 3, 2, 1... Jeroen! Ik was eerder. Oh, wij. Dit gaan we terugzien. We weten het echt niet. Nee, ik wist het, maar Jeroen is het ook nee, zo lang. Maar... Het haar van Jeroen is toch iets anders? Dat is toch Jeroen van België? Dat is al een tijdje geleden al. Nee, Jeroen gewoon van Jeroen van Holland. 3, 2, 1, swipe. Oh. Justin Bieber! Ah, nee. Was Melle eerst. Melle was eerder. Wie goed voor dit, fanboy. Volgens mij is het dus. Hij is zo lelijk geworden. Hij is echt, ja, hij lijkt een beetje op een zwerver. Sorry voor alle Justin Bieber fans, maar. Nee, maar even serieus. Dan scheert hij weer zijn hele haar kaal. En dan heeft hij weer vlechtjes in zijn haar. Maar in principe, alles staat Justin Bieber. Armo, omdat hij al zijn haar doet, alleen dan in dit land. Nou, is dit echt zo'n famous boy ding? Dat je gewoon eerst was hij gewoon een goede uitziende gozer, weet je wel. En dan nu. Verpest hij dus. Nu lijkt hij op een zwerver. Ja, maar het interesseert hem niet heel veel, denk ik. Nee, maar dan. Sorry, maar. 5 miljard euro, ja, wat later. 3, 2, 1. Ik had zeker een paar miljard gehad. Ik zei veel eerder. Ik zei veel eerder. Jij zei echt als allerlaatste. Jij zei echt gewoon 4 jaar nadat ik het zei, gewoon. Maat, dat hoorde je niet. Kan je niks te doen, maar kijk maar terug. World. Oké, dat is duidelijk. Kijk mijn mond ook. Ik zeg niet hard, maar ik zeg gelijk Lil Kleine. 3, 2, 1. Wat? Nou. Shawn Mendes? Ik ga voor. Dit is hoe heet hij nou? Bakvet pedo. Nee, jongen. ik ga voor. Ik ga voor Shawn Mendes. Ik ga voor. Ach, ik wil niet zo plat. Ik ga voor Melle. Ja, gaf. Nee, mijn kaart is anders. Dat ben ik niet. Nee, dat ben jij wel. Dat ben jij nee. Ben ik dit? Ja, maar... Ja! Holy shit, wat? Hoe weet ik dat? What the fuck? Ik dacht gewoon, ik zeg gewoon iemand hier voor de gang. Oh, die... What the fuck? Zelfs Melle is wel wat ik weet? Ik kijk, ik zie deze moeder verleken. Ik denk, nou, waarom niet? What? Oké, lijp. Ja, lijp dit. Oké. Oké, volgende. 3, 2... Maar die komt voor jullie ook. Miley Cyrus. Maar dat is cool, want ik heet. Oh. Ze lijkt hier heel erg op Madonna trouwens. Ja, ja. Als je eenmaal weet wie dit is. En je weet je wie ik wilde zeggen? Die zijn wel Meiden Magazine. Nee, maat. Ik zweer. Oké, wacht. Ja, hè? Ja, natuurlijk, Miley Cyrus. Ja. Ze lijkt echt heel veel op Madonna hier. 3. Fucking leuk, ouwe. 2. Ja. 1. Quinty! Ik was de eerste. Ja, dit is echt niet Quinty. Jawel, 100% Quinty. Hoor je wat ik zei? Ja. Wat zei je? Wat zei je nou? Ik zei Obama. Sorry Quinty, als je dit ziet. Weet je wie ik wilde zeggen? Ik zei het net niet. Ik wilde Nelson Mandela. Ja, ik dacht ook zo. Maar dat dacht ik. Dat is ook niet erg. Ik wist niet dat Quinty zulke bruine handen had. 3, 2, 1. Rodriguez! Sam was eerst. Ik wou net zeggen. Dat heel snel. Ik wist het ook echt. Goeie. Maar het kan ook... Nee, wacht. Het kan ook The Weeknd zijn. Nee, ik denk dat het een palmboom is. Ik ga zeggen The Weeknd. Nee, dit is... Het is Ronnie Flex, maar ik ga zeggen The Weeknd. Voor het geval dat. Oh, het is Friday.
Komt 3, 2, 1. Chamez. Oh, ja, ik was dit is van die reclame. Dit is van die onderboemer. Ja, man. 3, 2, 1. Vincent. Ik zei het eerder. Ah, Vincent, brugklas. Ik denk jij iets eerder, maar ik zei het ook snel. 3, 2, 1. Jim Hofman. Jim Bakken. Jim Bakken. Nee, Jawel Beukers. Tim Hofman. Ik zei Jim. Ja, Jim, ja. Tim Hofman. Ja, dat is Jim, om te zeggen. Nee, ik ga voor. Hoe heet knap Thor, knap Thor zijn. Nee, hoe heet die Chappie ook weer? Jawel. Nee. Nee, dat is Jim. Wacht, nee. De broer van Roos. Ja, dat is Tim Hofman. Dat wacht. Het is Tim of het is die jij hebt. Tim, hoe heet deze Chappie? Ik ben helemaal naast. Gast, wat ben je aan het doen? John Wick. Nee. Ja, ik zei het. Okay. Alles lijkt op elkaar. Zijn broer. Ja, nee, ik wist gelijk, toen hij zei, wist ik gelijk dat het zijn. Ja. Tuurlijk. Jij had wel. Thor, dat vroeg geen man nergens op. John Beukers kon ook. Ik snapte hem wel van Keanu Reeves, maar die heeft lang haar, dus dan zou je dat moeten zien. 3, 2, 1. Mika Heine. Nee. Fuck! Ik weet ook het bijna. Ik heb geen idee. Zeg maar, dit is die acteur. Ik zeg Freek. Het is al een boyband. Dus Freek Vonk. Freek boy Vonk. Hij heeft een stoppelbaardje. Freek Vonk heeft geen baard. Waarom? Echt wel. Een boy. Jij bent zo dom. Een boy bent. Een gast met een stoppelbaardje. Acteur van. Nee, dit is. Mag ik de film zeggen? Van die film. De hele rit in de trein. Die dacht vechten alles. Hij moet naar het ziekenhuis. Is dit de acteur van Gladiator? Ze worden vermoord. Of dit is. Oh nee, want dat is. Nee, laat maar. Ik zat naar YouTuber te denken. Doe eens. Ja. Oh, dit. Okay. Ik zweer ja, niemand dat wou ik zeggen. Ik mag niemand echt, dat nee, ik zou nu nog steeds als ik dit zie niet zeggen dat het Cameron Dallas is. Jawel, jawel. Ah, oké. Oké, volgende. 3, 2, 1. Tim. Ik zeg het gelijk al. Zeppelin ballon. 3, 2, 1. Wat is dat? Jolante, nee. Hoe heet ze nou? Ze heeft een hele rare kaaklijn. Je hebt echt zo'n. Ze heeft geen kaak. Is het niet gewoon een sekspop? Nee, ik weet het. Meryl. Dit is Meryl. Ja. Van lekker met de meiden. Die. Oh, ik zei sekspop. Hey, swipe nu naar recht. Ja, kijk, weet je wat het is? Als je hem door hebt, dan zie je hem wel heel makkelijk. Maar daarvoor moet je wel even naar. Ja. Dus dit was het einde van deze video. Dus. Ik vond het moeilijk. Ik heb bijna geen enkele geraden. Ik vond het makkelijk. Nou, kijk, het is niet zo moeilijk. Waren best moeilijk, alleen je moet er gewoon. Dat is het meer. Het is je moet er gewoon niet zo. Ik moet er wat meer over nadenken. Ja, ik ook. Jij weet het gelijk. En jij ook. Of ze gokken gewoon. Het zit in de naam, boys. Ja, in ieder geval, de Sams hebben weer gewonnen. Ja, hij moest accepteren. Zoals altijd, dus. Ja. Jullie winnen altijd, zeker. Maar jongens, vonden jullie dit nou een leuke video? Laat dan zeker een like achter. Ben je nieuw op dit kanaal? Abonneer eventjes. En willen jullie in deel 2? Stuur dan naar @wijzijnspace jullie foto's die jullie hebben geknipt, zodat wij die de volgende keer kunnen raden. Mazzel!